Dat scheelde het weinig. De totale vernietiging van een volk, hun cultuur. Totale ontreddering, een gemeenschap uiteengerukt. De oorlog overleven en dan ontdekken dat je je eigen verleden opnieuw moet uitvinden. Dit is voormalig hotel Marienboom. Voor en na de oorlog was het eigendom van de Joodse hotelier Theo Rubens. Rubens wordt erin geluisterd door Nederlandse jodenjagers. Hij wordt op transport gesteld naar kamp Westerbork. Maar hij wordt teruggestuurd, want hij was nog niet aan de beurt. Uiteindelijk gaat hij wel naar het kamp, maar hij overleeft het. En als hij terugkomt in Nijmegen, dan wacht hem een koude douche. Dit is het stuk waaruit eigenlijk de kampbewoners in het Duits en in het Nederlands te horen kregen van ja, de kampcommandant is verdwenen. Dus april 45, er wordt ook gezegd het gezag ligt nu bij het Rode Kruis, maar ga nog niet het kamp uit, want dat kan gevaarlijk zijn. Maar bovendien, ze wilden wel kijken dat dat allemaal goed ging. Er waren ook buren die zoiets hadden van ja, kom jij weer terug? Hoezo dan? En wat kom je hier doen eigenlijk? Helemaal geen welkom dus eigenlijk? Nee, van de mensen die dachten dat ze met dat hotel ook wel iets konden, die vonden het maar raar dat de familie Rubens weer terugkwam in het eigen hotel. Tijdens de oorlog werd het hotel geconfiskeerd door de Duitsers op enig moment. Het gezin moest verhuizen naar de Stieltjesstraat. En die Duitsers die hadden misschien nog wel zoiets van, nou, we blijven hier voor langere tijd, we moeten er zuinig mee omgaan. Daarna kwamen Engelsen, daarna kwamen Canadezen. Als ik teruglees wat er allemaal vernield is, de tennisbanen waren vernield, dat werd parkeerplaats, het zwembad werd dichtgegooid. Het verhaal gaat, de soldaten die dus later kwamen, die sliepen op de eerste en tweede verdieping, maar die hadden geen zin om hun afval helemaal naar beneden te brengen, dus die hakten gewoon een gat in de grond en dan konden ze daar het afval door naar beneden gooien. En dan waren zij er vanaf. Nou ja, mijn opa kwam dus terug in een hotel met gaten in de vloer en eigenlijk alles kapot en weg wat er kapot en weg kon zijn. Het bepaalde ook een beetje het sentiment, want je bent dus in die oorlog eigenlijk alles kwijtgeraakt en dan moet je proberen het weer stukje bij beetje terug te krijgen. Er zijn dus buren, mijn oom, de oudste zoon, die ging bij de binnenlandse strijdkrachten. En die heeft dus, die werd ook bewapend en die heeft met stengun in de aanslag mensen het hotel uitgejaagd die dat toch liever niet wilden. Dus de eigen plek moest echt weer bevochten worden. Heel veel zaken hebben in opslag gelegen en die opslag die is, daar zijn ook weer wat spullen van teruggekomen. Maar er is ook heel veel weggehaald en vernield wat nooit meer teruggekomen is. Dus ze zijn eigenlijk gewoon geplunderd? Ja, ik denk dat de kortste en makkelijkste antwoord daarop is ja, ze zijn geplunderd voor zover ze niet in staat waren de boel in veiligheid te brengen. Heeft hij zich ooit uitgesproken over hoe dat voelde? Je komt uit het kamp, je hebt een hele zware tijd doorgemaakt en dan kom je zo thuis. Ja, er is natuurlijk over die oorlog gesproken en daarbij is wel het idee geweest van nou, we gaan het er niet te veel over hebben. Het is geweest, het is klaar. We zetten nu de schouders eronder. Ik denk dat dat voor heel veel Joodse mensen die ook heel veel verliezen hebben geleden ook een beetje de houding was. Zo van, nou, we willen het er eigenlijk liever niet over hebben. Mijn opa was geen Jood in al zijn het volgen van alle rituelen of het
dagelijkse beleving. Hij was ook gemengd gehuwd, dus getrouwd met een katholieke vrouw. En het Jood zijn had hem zoveel ellende bezorgd dat ik het idee had dat hij daar niet te veel mee te maken wilde hebben. Ik denk dat dat ook doorgewerkt heeft naar hoe zijn kinderen, mijn oom en ook mijn vader daarmee omgingen. Ik weet nog dat ik zelf, toen ik een jaar of 18 was, heb ik ooit een kettinkje met een Davidster gekocht. En mijn vader had zoiets van, doe dat maar niet om. Dat levert je alleen maar gedoe op. Dat was de ervaring met name van je opa. Ja, waarschijnlijk is dat het idee wat doorgegeven is. Dus, ja. Joop Levy uit Varsseveld zit met zijn moeder ondergedoken bij de familie Ebbers in Lintelo. Zijn vader zit ergens anders ondergedoken, maar als het daar te gevaarlijk wordt, is ook hij welkom bij de familie Ebbers. Als ze in 1945 terugkomen in Varsseveld, blijkt dat een groot gedeelte van de Joodse gemeenschap er nog is. Dat is een klein mirakel waarover Joop tot op de dag van vandaag niet uitgepraat raakt. Zo, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ik denk dat ik het verhaal meer dan 200 keer verteld heb. Maar ik doe het wel minder tegenwoordig. Vroeger reisde ik het hele land af als dat zo uitkwam, want ik ben ook lid van Steunpunt Gastsprekers uit Westerbork. Die hebben een aparte afdeling en tegenwoordig speel ik wel eens iets door. Maar als het in en om rond Amsterdam is, dan probeer ik dat nog wel te doen. De Duitsers die wilden 4 groepen mensen vermoorden. En wie van jullie kan 1 of meer van die groepen noemen? Ja? De Joden en de Zigeuners, dat zijn er 2 van de 4. Prima geantwoord. Ik heb eigenlijk alleen nog maar hele positieve reacties gehad. Ook wel eens dat ik later nog een brief krijg van een leerling of soms van een hele klas. Dus ja, het is dankbaar werk. En bovendien nogmaals, je hoopt dat ze daardoor toch wat meer begrip krijgen. Ik heb hier een foto meegebracht en die zal ik aan jullie rondgeven. Daar staat op een bord geschreven, Vinkeveen, Joden niet gewenst. En dat wilde in dit geval eigenlijk zeggen dat de Joodse mensen die in Vinkeveen woonden, die mochten niet meer daar naar het zwembad. En zo kwamen er hoe langer, hoe meer onaangename regels. Want ik heb ook wel eens een keer vragen gehad van een klas of uit een klas over gaskamers en dergelijke. Heb ik altijd gezegd, nee, dat vertel ik vandaag niet. We hebben het nu juist over het onderduiken en over de bevrijding. Want ik wil ook niet dat ze later in bed liggen te tollen. Want die nare dingen, dat blijft meestal het beste hangen. En dat moet je dus zien te voorkomen, heb ik altijd voor mij gedacht. Ik vertel dus wel dat er 6 miljoen Joden zijn vermoord. Ik bedoel, je moet de waarheid natuurlijk niet omzeilen. Maar je hoeft het ook niet, en zeker in deze leeftijd, niet te beklemtonen. Dat is mijn visie. Ik ben geboren en opgegroeid in de Gelderse Achterhoek, in het dorpje Varsseveld. En ik ging daar gewoon op school, net als jullie hier ook in Alphen aan de Rijn. Maar er kwam op een gegeven moment ook een bevel dat Joodse kinderen, die mochten niet meer naar hun eigen school. Laatst had ik ook nog een dame die zei, nou meneer Levy, u hebt... En haar kind zat dus in die klas, hè. En die dame die zei dus, nou meneer Levy, u hebt vanmorgen dingen verteld, die hebben mijn ouders me nooit verteld. Ik heb nooit geweten dat dat zo geweest is. Op die manier steken mensen er nog wat van op, hè. En toen kwam er eigenlijk tot dan toe het allerbelangrijkste bevel. En dat was dat alle Joodse mensen in Nederland, die moesten zich melden om hier in Nederland naar een kamp toe te gaan. Wie van jullie weet welk kamp ik bedoel? Ja? Ja? Concentratiekamp Westerbork. Ja, dat is heel goed geantwoord. En als je niet naar Westerbork wilde, en niemand wilde dat eigenlijk, dan bleef je eigenlijk maar 1 ding over. En dat was onderduiken. Mijn generatie, ja, die sterft natuurlijk toch langzamerhand uit. Er zijn ook steeds minder sprekers naar scholen toe die het zelf hebben meegemaakt. We zijn 24 september 1942 zijn we ondergedoken. En ik ben 21 oktober 7 jaar geworden. Vanaf dat moment, het woord zei het net al, mocht ik niet meer naar buiten. Ik moest binnen blijven. Alleen als er niet direct gevaar was, dan mocht ik wel eens helpen met boer Ebbers
de koeien of de varkens te voeren. Maar binnenblijven, dat was het parool. Ik hoop eigenlijk dat door mijn voordracht, zal ik dan maar zeggen, dat die dusdanig interessant is dat ze geïnteresseerd blijven. En dat is ook zo. Ik was nog niet zo lang geleden uitgenodigd in Varsseveld. En toen kwam er later een leraar naar me toe en die zei, ik ben jaloers op u. Ik zeg, waarom? Toen zegt hij, nou, ik wou dat ik de kinderen zo lang in de band kon houden van een verhaal. Deze is van ons voor u, om u te bedanken voor dit prachtige verhaal. En vriendelijk bedankt u ook en jullie ook allemaal. En als ik naar de bloemetjes kijk, dan zal ik allemaal aan jullie denken. Jee, dat is heel goed. Joop Levy noemt zichzelf een grote geluksvogel, want hij behoort niet tot de 6 miljoen Joden die vermoord zijn, van de aardbodem verdwenen zijn. Van hen weten we in veel gevallen alleen maar waar ze het laatst gewoond hebben. In Apeldoorn bijvoorbeeld. Het startpunt van een nieuwe vorm van herdenken. Het doel van de werkgroep om in 2 jaar tijd alle ruim 400 Joodse Apeldoornse burgers een plek te geven bij hun huis, zodat iedereen die hier langs loopt kan herdenken wat hier heeft plaatsgevonden. En in plaats van 1 groot monument waar alle namen op staan, willen we juist op de plekken waar ze woonden en leefden hun gedenken. De plaats van waar eigenlijk onze tante en oom gewoond hebben, dat was alleen maar iets wat wij hier en daar van fragmenten van gehoord hebben. En nu wordt eindelijk hier een steen opgezet, letterlijk en figuurlijk. Omdat ze in een vernietigingskamp zijn omgebracht en dus eigenlijk geen graf hebben. Is dat voor u ook belangrijk? Natuurlijk, we kunnen ergens hier bloemen leggen. We kunnen hier stilstaan. De enige plaats waar je zo iemand kon herdenken was eigenlijk in Israël, in Yad Vashem, waar een algemene herdenking plaats is voor degene die geen graf hebben. Maar deze mensen hebben nu geen graf, maar wel een herdenking plaats. Ose shalom imromav, hu yase shalom aleinu v'al kol Israel v'al kol bnei adam imru amen. Het is heel duidelijk voor mij een sluiting van de cirkel. Het was een hoofdstuk die niet geëindigd was. En die we nu vandaag hebben mogen eindigen. En daarom ook zo fijn dat een gedeelte van de kleinkinderen erbij mochten zijn. Om te kunnen vertellen, kijk, jullie hebben ook nog familie gehad eens. Er is een generatie, er is een historie van Joden en Joden in Apeldoorn geweest. En dat is heel belangrijk. Ja. Zeker in Apeldoorn waar de Holocaust een ontzettend grote tol gehad. In het boek Psalmen lezen wij in een van de psalmen de woorden, zodat ook de laatste van de generaties het zal herinneren. Het is zo belangrijk dat wij hier stenen neerleggen. Want papier kan je verknippen, celluloid kan je verbranden. En een steen waar iets in gegraveerd staat, dat is iets anders. Dat kan niet zo snel vernield worden. Als het goed is, blijven deze stenen ook tientallen jaren liggen. En zullen mensen die hier langs lopen ook hopelijk herinnerd blijven aan wat er gebeurd is. En ook blijven nadenken over wat er tegenwoordig gebeurt. Maar dat zal ook voor de volgende generatie heel belangrijk zijn. Dank u wel. Een Joods gezegde zegt, een mens is pas vergeten als ook zijn naam is vergeten. En wij willen die naam weer laten herleven door deze gedenkstenen. Laten we hopen dat hij nog altijd hier zal blijven staan en een les kan zijn ook wel. Maar ook een les in historie en misschien ook een les in voor de toekomst. Ah. Zo.
Ze werden gek verklaard, de mensen die op de puinhoop van de Shoah een nieuwe Joodse gemeenschap op wilden bouwen. Maar de pioniers hielden vol. En anno nu heeft de liberaal-Joodse gemeenschap na jaren van omzwervingen eindelijk vaste grond onder de voeten gekregen. In de shul in Dieren. Dit is onze Torah-kast, de Aaron HaKodesh. En dit zijn onze Torah-rollen. Ze zijn aangekleed met schilden en ze hebben een jat. En de jat is om aan te wijzen, als je leest uit de Torah, dan is dit, doe je niet met je vinger, maar met een jat. En dit zijn de siertorens. De Torah is het belangrijkste wat als Joods volk wat wij hebben. Omdat daar, er staat alles in de wetten en de vijf boeken Mozes. De Heilige Schrift eigenlijk. De Heilige Schrift. Daar gaat het allemaal om. Daar is alles omheen gebouwd. De liberaal-Joodse gemeente Gelderland heeft gezworven. Van een bovenverdieping in Oosterbeek naar een kerkgebouw in Velp en daar een kerkgebouw in de Steeg. En dat is dus een zwervend bestaan. En tot in 2002 wij gebeld werden of wij interesse hadden in dit gebouw. Deze gemeente is opgebouwd door mensen die uit de oorlog kwamen, die uit de Shoah kwamen. Door een paar gezinnen die een idee hadden van we gaan samen Joodse les geven, we gaan misschien wat diensten doen. Alles is met vallen en opstaan gebeurd. Want de Joodse gemeenschap was ook inmiddels te klein geworden om, ook mensen in dienst te nemen, om mensen fulltime krachten aan te nemen, rabbijnen aan te nemen, gazaniem, dus voorzangers aan te nemen. Afgezien van het feit dat ze er niet meer waren. Dat ze dus opgeleid moesten worden, was er eigenlijk ook helemaal geen infrastructuur, ook geen middelen voor financiële middelen om dat in stand te houden. Dus alles is gebouwd en gedaan door die mensen zelf, vanuit hun eigen privé-overtuiging, vaak met vanuit hun eigen zak geld, van alles betaald, met een enorme inzet, van een ongekende kracht getuigd, vind ik. Veerkracht, als je je realiseert wat die mensen allemaal hebben meegemaakt in de jaren daarvoor. De shul heeft een enorme bindende factor voor alle leden. Het is een warm bad waar wij elke keer dat we hier bij elkaar komen, in komen. We kunnen ons niet alleen dus uit de Torah lezen, de hele dienst doen, de feestdagen beleven samen. Maar ook, we kunnen na de dienst, is er altijd een kiddush, dat is dat je samen koffie drinkt en dat je iets lekkers eet en elkaar ontmoet. Ik zeg altijd, in Amsterdam ontmoet je je mede-Joden bij de groenteboer. Maar hier in de Medina, zoals dat heet, natuurlijk niet. Dus dat is zo dun gezaaid. Dus wil je elkaar ontmoeten, dan is de shul daar een heel belangrijk punt voor. Er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die in de oorlog als kind de oorlog hebben doorgemaakt. Die hun ouders hebben verloren, die ook hun broertjes en zusjes hebben verloren. Mensen die als kind alleen over waren na de oorlog, 5, 6, 7, 8 jaar. En eigenlijk niet meer Joods werden opgevoed, omdat ze in gezinnen op moesten groeien die niet Joods waren. Pas op latere leeftijd zich realiseerden van, dit zijn eigenlijk mijn ouders niet. Waar zijn mijn ouders? Ik ben Joods. Hoe zit dat eigenlijk? Wat betekent dat om Joods te zijn? En die dan op zoek gingen naar dat Jood zijn. En uiteindelijk dan hier terechtkwamen. En als een soort, wat ze dan omschrijven als een warm bad. In een warm bad kwamen, in een thuis kwamen. Als je dan kijkt wat er nu staat. We hebben diensten, daar komen 50 tot 70 mensen. We hebben kinderen op Joodse les, 25 kinderen. Wat voor een Joodse gemeenschap, als hier in deze omstreek, enorm groot is. Ik denk dat deze shul, ik durf dat gerust te zeggen, de best bezochte shul is in heel Nederland. En als je dan teruggaat naar 75 jaar geleden, naar die mensen die in een huiskamer bij elkaar kwamen, dan noem ik dat het wonder van Dieren. Ja, kijk, het is natuurlijk onze jeugd, die trekt dat meeste daarvan naar het Westen. En die komen soms weer terug.
Dus we zeggen elk jaar het aantal leden dat zal naar beneden gaan, want we worden allemaal ouder. Maar het eind van het liedje is dat het aantal leden niet minder wordt, omdat we ook toch een aanwas van nieuwe leden krijgen. En je kinderen zijn ermee opgegroeid? Onze we hebben twee zoons en die zijn alle twee in deze school bar mitzwa geworden. Bar mitzwa, dat is kerkelijk meerderjaren. De kinderen komen hier met hun kinderen. Ja, kleinkinderen dus ook alweer. En wij zeggen altijd in de dienst, le door wa door, van generatie op generatie zingen wij. En dan houden we elkaar altijd even bij de hand, want dan zeggen we ja, van generatie tot generatie. En dat is natuurlijk de toekomst, dat die kinderen leren lezen en schrijven in het Hebreeuws. En dat ze ook de tradities meekrijgen. Dus ik hoop inderdaad dat we nog jaren hier met een groeiende gemeente van de diensten gebruik kunnen maken. Ja. Ja. Niet alleen de Joodse gemeenschap balanceerde op de rand van de afgrond. Hier in Dieren omgeving woonde voor de oorlog de Sinti-familie Weiss, muzikanten. En ook zij, zigeuners, werden slachtoffer van de nazi-vervolging. Ook hun cultuur overleefde maar net. En vandaag de dag wordt die cultuur als het ware herontdekt door de jongste generatie Sinti. Wat deden jullie om te kunnen overleven? Nou, mama die verkocht kant. Voor gordijnen en zo, weet je. En af en toe ruilde ze voor eten. Of brood, of aardappelen, groenten. Dus daar hadden we weer te eten. Maakte de familie ook muziek? Muziek? Ja. Mijn vader speelde accordeon. En die, af en toe was hij van die cafeetjes aan het afzoeken. Of ze een bruiloft hadden of een feestje of iets zo. Dan kon hij even muziek maken. Want er was niet overal muziek, dus. Nou, dan. Het weer het eten. Heeft u nog gedrukt van de oorlog? Af en toe wel. En waarom? Nou, dan ga ik zitten denken. De hele familie is weg. We zijn allemaal omgekomen op concentratiekamp. Kon je muziek maken, dan ging het. Dan luisterden ze nog wel eens, dat vonden ze nog wel mooi. Zijn er mensen teruggekomen uit de kampen? Enkeling is teruggekomen, niet veel. Ze werden opgepakt en weg. Wat kijk je nog van een kon aan de mens? Nou, ik kan niet eens zeggen. We zijn allemaal op knieën gegaan en allemaal gebeden tot God. En hij heeft ons ook eigenlijk geholpen. Dacht u dat er papieren uit de lucht vielen? Ja. Er waren bommen. Maar dat konden wij toch niet zien. We waren klein. Ik was 12. Nou, wat moet ik nou zien? Dus het waren bommen. Denk u wel eens terug aan die tijd?
Ik denk er veel aan. En vooral door dat we hebben moeten vluchten steeds. Toen was God onze, eigenlijk altijd wel onze vriend geweest. En hij heeft ons toch altijd wel overal toch weer uit moeten trekken eigenlijk. Altijd weer. De slachtoffers van de nazi-terreur kwamen terug in een land dat, zo leek het, niet op hen zat te wachten. En terugvallen op je eigen gemeenschap, dat zat er ook niet in, want van die gemeenschap was niet veel meer over. Onder die omstandigheden je eigen traditie opnieuw uitvinden, dan moet je wel een rasoptimist zijn.